Zaterdagavond 14 mei is de derde editie van Tiel Maritiem begonnen. Tiel Maritiem 2016 is geopend! Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk van de provincie Gelderland, hij heeft onder andere recreatie en toerisme in zijn portefeuille, opende het evenement in de haven van Tiel. En dan is het mooi dat er hier in Tiel een paar fanatiekelingen, amateurs, maar wel fanatiekelingen, professioneel ingesteld proberen om ervoor te zorgen dat er hier mensen naartoe komen om te zien wat je hier allemaal kunt doen. Tiel Maritiem is de eerste en tweede Pinksterdag te bezoeken. Er is een nautische markt op de Waalkade en horeca in de haven met de hydrograaf, beter bekend als Pakjesboot 12. Jong en oud kunnen actief deelnemen aan allerlei activiteiten, waarbij de insteek is doen en beleven aan de kade en in de haven. Zo is er onder andere de mogelijkheid om gratis te zeilen. In de haven zijn bovendien diverse bijzondere schepen afgemeerd die gratis bezichtigd kunnen worden. Maar ook liggen er diverse schepen te koop.